Want weerstand! Wat beweegt deze vakbonden om deze acties te voeren? Wat drijft hun? En ik heb dat nog niet goed beantwoord gekregen. Het is duidelijk niet het vakbondsbelang. Er is een politieke resolutie uitgerold waarbij men de hoofdofficieren Hellens en Gentel hebben ontslagen. De regering die wil de samenleving man dood maken. Onthoudt u dat goed. En als het ze lukt bij twee hoge politieofficieren, twee hoge plaatsen politiefunctionarissen, dan hebben ze al gewonnen. Suriname. Mensen, if I look at the regering for both two, biggest go to na also on that day one. Of that, the man protesteert tegen een beleid. Dat wil zeggen, aklari. Of dat ze, aklari. Dus dat jullie maar dat next, de akkoers door de 40 talen, jullie maar dat next. Ze maken volk van dood. Want tegen maart, april, akkoers door de 38, 39, dat jullie maar dat next. De individuen die zijn ontslagen op grond van een besluit met overwegingen door de regering, die hebben het recht om hun recht te zoeken. Dat weten ze. Daar is een proces voor. Dat is niet eens bewandeld, maar men gaat op straat. De boy! 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 Een militair nu verdient minimaal 5000 SLD. Als die man zijn huur betaalt, dan mag hij. Die man kan niet wel moeten, die man moet een ander werk gaan doen. Wij willen gezamenlijk kijken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat tenminste die mannen een verhoging kunnen krijgen. Die 150% kan niet in één keer, dat weten wij, dat weet iedereen. Toch? Maar dat er stapvoets daaraan gewerkt wordt, dat de militairen toch wat kunnen krijgen. Hier hebben wij de onderbouwing van de 150% loonsverhoging. We hebben alles hier gedaan. Ik heb tabellen, ik heb alles. Ik denk dat er genoeg deskundigen hier zijn. Als ze het niet begrepen, moeten ze me altijd oproepen. Dan kan ik het verder eens uitleggen. We hebben gewerkt met de inflatiecijfers van 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Ik moet zeggen dat de eis die VRM heeft van 150% salarisverhoging, laat me dit zeggen, de hele Surinaamse samenleving is getroffen door de financiële crisis. Het zijn niet alleen de militairen. Iedereen in die samenleving is getroffen. En wij moeten met z'n allen hieruit. En we doen ons best om hieruit te komen. En ik denk dat het niet goed is dat als je vraagt, dat je meteen ook na 2 dagen in actie gaat. Minimaal wordt verwacht dat je de werkgever voldoende ruimte geeft om de voorstellen te bestuderen en daarop antwoord te formuleren. En ook aan tafel te zitten en te communiceren. Dat is in dit geval niet gebeurd. Dat is jammer. Dat is heel jammer. En ja, wij, nogmaals, wij gaan dit niet accepteren. Wat u wilt is een menselijk bestaan. Dat wilt u hebben, u wilt leven. U vraagt vooralsnog niet naar geld om een luxe leven te hebben. Want als u geen overuren krijgt en u vraagt 150 loonsverhoging, komt dat op gemiddeld 10.000 SRD per maand. En daarmee kan je echt geen luxe leven hebben. Broeder Cairo, ik wens u het allerbeste toe. Heel veel succes. En pak de zaken goed aan. Praat u goed met de mensen. En boek die hele goede resultaten. Dan vraag ik me af, wat drijft deze twee bonden om de gemeenschap in gevaar te brengen? Want dat is wat eindelijk gebeurt. Zeker ook nog als u meeneemt, en dit is wat de beide ministers duidelijk aangeven is, dat er voldoende overlegmomenten zijn om zaken te bespreken. Die overlegmomenten zijn er geweest en toch nog gaat men bepaalde dingen doen. Dan kan je legitiem de vraag stellen, wat schuilt achter deze acties? Ik benadruk het. Wij zijn vreedzaam hier gekomen en wij gaan vreedzaam weer vertrekken. Widoro, 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 Widoro.